De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij, de ABOP, heeft vandaag een congres gehouden. Het doel was om nieuwe inzichten en ervaringen vanuit de districtsbesturen te delen. Daarnaast zijn er ook presentaties gehouden van Good Practice. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk hield zijn achterban voor dat de verkiezingsstrijd in Paramaribo gevoerd zal worden. Dat is het kiesdistrict met 17 zetels, dat dus het overwicht brengt. Wie zo haalt alle de zetel voor binnenland en voor las in Paramaribo, dan een las aan verkiezing. Dus we focussen op Paramaribo, zei de ABOP-voorzitter. Hij riep de partijleden op een eenheid te vormen. Ik wil een eenheid. Ik wil een baby in een partij ABOP. Ja? Toen ik bij jou zei dat we gaan varen. We moeten terug de man. Toen we op een massa meeting. Toen we een massa meeting waar ik op mijn gunap ging, pezek van jij en dat was wel. Maar we gaan aan het stadion. Dat we hebben een meeting maak je attractief ABOP aan de partij. Dat is het ook. Ik ben gewoon verkader naar Olifant. Ik ben gewoon massa meeting naar Olifant. Atena is het stadion smoude. Nou, je hebt hier een smoude spamming. Als je hoort een PS jarape, PS ademe, tapola hi wanika strabe, tapola hi PS ape, PS nou dat is mijn tampo. Dus toen was mijn koop, die zei, ik heb seks. Ik noem seks, ik heb bravo. Wat? Die was seks, dat was seks, ik heb vrouw, ik heb seks. Dat was seks, ik heb dat. Maar ik heb seks, ik heb dat, ik heb seks. Waar is hij mee dan? Waar is hij mee dan? Waar is hij bravo, de rest, ik heb mijn koop, ik heb dat. Maar ik heb dat, ik heb dat, ik heb ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. Hij verzekerde zijn achterban dat de partij sterk zal uitkomen in 2020. Brunswijk zei verder dat God met zijn partij is omdat hij als partijleider een rein hart heeft. ABOP-parlementariër Marinus B. gaf aan dat het thema van het congres was Samen groeien in 2019. Er is hiervoor gekozen omdat het hoger doel is om de partij en niet individuen naar grotere hoogten te brengen. B. zei dat de ABOP gaat voor het realistische aantal van 12 zetels en niet voor 28, want dat is een utopie. De vergadering bekrachtigde met een applaus dit streven. B. gaf verder aan dat het congres moet resulteren in een draaiboek op weg naar 2020. Het presenteren van een manifest. Want behalve dat we met smaak de stem op ABOP. Maar we moeten op privé zeggen dat we stem op ABOP. Want een probleem. En we zeggen dat we een probleem om voor contact met de contre-Trump in Venezuela of Haiti. Brief me, je leest toch? De mij met die privilege zijn en go boom. Terwijl je leest dat ze dan nou af den drie moro armste konden in Zuid-Amerika. Dat zeggen wij niet. En ook die politieke partijen dat en dat na internationaal man het dag des aan. IMF schreef het dat hij kon voor uitdagingen de. Dat de mij leest een rapport dat de tekst en boos aan die IMF dat dat hier een missie dat. Apis Diago boom. Dat de mij presenteert dat hij. Maar de mij liep die IMF dat hier is dat schuld van we kan heen. Als je gosodoro je dede, want je zit nu al op 19 miljard aan schulden. En je presenteert een begroting bij jou alleen bijna 8 miljard nog. Alleen je want beïnvloed aan verkiezing. Tot zover ABOP-DNA-lid Marinus B. Hij hield het congres ook enkele data voor. Zo gaf hij aan dat de partij op 24 augustus zone 1 zal beëindigen met 15.000 mensen in Flamboyant. En op 15 februari 2020 gaat de ABOP naar het AK-stadion met een target van 50.000 mensen. Het ABOP-congres is gehouden in de Flex Mall.